dan de topper van dit Eredivisie weekend. Active Living Orion tegen Numidia VC Limax. Active Living Orion eerste en Numidia VC Limax tweede. Allebei nog ongeslagen. Orion de betere papieren, want ze hadden nog geen setverlies geleden. En dat laat ze in deze eerste set ook zien. Met klasse overtreffen ze. 25-17 wordt de eerste set. En zo gaat Orion aan kop. Een strijd dus om de koppositie. Winst betekent weer iets dichterbij op die Final Four die we dit jaar gaan spelen. Limax knokt goed terug. Tweede set is razendspannend. 24-24. Eerste setpoint voor Limax. En een killblok van Martijn Brilhuis maakt het af. Zo wordt het 26-24. Staat het 1-1 gelijk in Doetinchem. Orion laat zijn klasse weer zien in de derde set. Dit is hun goede kant blijkbaar. Tom Koops, mooie pipeaanval. En zo met een grote verschil aan punten. En via dit killblok maakt Orion de derde set af. Staat het 2-1. Kans voor Orion deze set om te winnen. Of voor Limax om gelijk te maken. Limax op eerste setpoint. Reclameren touché, maar krijgen ze niet mee. Zo wordt het 25-25. Veel reclamatie en dus een gele kaart voor Alfred Brink. Nummer 10 bij Limax. Spelen door, 25-25. Mooie middenaanval. Niet te verdedigen. Setpoint voor Limax. Bal over de achterlijn. Zo blijft het spannend. 26-26. Snoeiharde serve van Tom Koops. Limax moet oplossen. Kiamaknak. Mooi langs het blok. Niet te verdedigen. Zo brengt hij zijn team op setpoint. Mag zelf serveren. En hier weer die pipeaanval van Tom Koops. Maar een voetfout. En daardoor wint Limax set 4. Wordt het 2-2. En gaan we naar de vijfde set. Weer die pipe van Tom Koops. Keiharde bal. Loopt goed deze wedstrijd. En dan krijgen we het momentje hoor. Het staat 12-11. Er is net gescoord. Het wordt dus 13-11. Sil Meijzer loopt naar de tweede scheidsrechter toe. Want ziet een voetfout van Tom Koops over de middenlijn. En veel reclamatie. Scheidsrechter geeft een gele kaart. Er is al een gele kaart uitgedeeld. En twee keer geel is rood. Hij moet er even aan herinnerd worden door Bo Wortelboer. Hij bedenkt zich inderdaad rood voor Sil Meijzer dus. Dat betekent een punt erbij van 13-11 naar 14-11. Matchpoint voor Orion. Achterover Kiamaknak. Goed op dreef deze wedstrijd. Fantastisch aanvalsredement en topscorer. Niet gestart, maar wel ingekomen. En hij weet Limax er door de 1 te slepen. 14-12, zo spannende slotfase. Verdedigt zelf het balletje. Bal voorover, niet te verdedigen door Orion. Leo Meijer weet deze te scoren. Zo blijft Limax nog levend. 14-13, overpaas, terug aangevallen en een netfout. Zo wordt het 14-14 gelijk. Limax nog lang niet verloren. Ze denderen door, goede serve. Kaisla Salo achterover, die weet zijn team Orion weer op matchpoint te krijgen. Serveert zelf, mooie paas van Wouter Timmermans. Balletje voorover, wordt verdedigd door Orion. Kans zonder setter, dus Tom Koops neemt over. Heel blok van Limax. Daar komt Makine niet langs. 15-15 gelijk. Welke kant gaat dit opvallen? Wie wordt er koploper na deze wedstrijd? Orion hier komt weer niet langs het blok. Weer een killblok op de pipeaanval die zo goed liep deze wedstrijd. 16-15 voor Limax. Maar nog lang niet gespeeld. Makine mooi hoog op de handen. Over de achterlijn. Geslagen deze bal ook over de achterlijn. Fout serve, 17-16. Matchpoint, Limax. Moeilijke float. Tom Koops in het blok. Wordt uitgedekt. Tweede kans voor Tom Koops. Weer in het blok. Tiki-taka, balletje eroverheen. Niet eroverheen. En dat betekent winst voor Limax. 18-16 in de vijfde set. En zo 3-2 voor Limax. Weliswaar winnaar van deze wedstrijd. Maar doordat Orion nog geen set verloren had, hadden zij een beter setsaldo. En daarmee staat Orion nog koploper met gelijk aantal punten met Limax. Maar nog wel een voorsprong door een beter setsaldo.